De drie van de week. Mooie woorden zijn niet waar en ware woorden zijn niet mooi. Macu, hoe zit het met onze jeugd en verkeer? Wat om in de depsa zomaar? Laat ja. van de depsa, want ongeluk zijn, ja, zin naar passie van, maar ik was maar jaren aan de kandidaat. Aan u het woord. Kijk, over het gedrag in het verkeer, niet alleen door de jeugdigen, maar door Surinamers, is er heel veel, valt er heel veel te vertellen. Is dat zo'n een probleem? We vergeten dat rijauto, naar de bezig, naar je telefoon, naar de drinksoppie, never ook samen. Naar smokken, want tegenwoordig dat ook te noemen zijn. Nou, het is aan zijn zaak. Smokken is smokken, alles wat zijn is smokken. Alles wat per keer zwaar. Ja toch? Ecstasy, dizzy, dati. Smijn jan jonko, smijn jan zelfs morotrangen zijn, koka, snoeivie, snoeivie. Het gaat niet samen met behoorlijk en netjes autorijden. Wat mij ook vreselijk steekt, en vooral bij de rijke mensen in Suriname, zonder dat ik, want ik ben niet jaloers op jullie hoor, maar ik vind wel dat omdat jullie rijk zijn, jullie hebben het geld eerlijk verdiend aan de OANT, ja, toch? Hard gewerkt, dat neem ik aan. Ga dan geen auto kopen voor je zoon of dochter die aan een abbe rijbewijs. Zijn een gepoere rijbewijs. Wat je money toch? Voor paai aan rijles. Wees am go drie lezen of vijf lezen go. Go take care boys. Kan dan nog halen. Zijn een go bakken. Nog op bij een want dat gebeurt. Wacht even, dus de broers mijn bij rijbewijs. In de meeste gevallen broers. Maar keer je precies dat wat helemaal. Ervaren. Ja toch? Dus mensen denken. Ervaren door de want. Is dat zo even vergeten? Jeugdige. Omdat meestal na de aanrijding, de politiestatistieken liggen niet toch? Of ze hebben helemaal geen rijbewijs. Of 2 maanden, een week, 2 weken, 3 maanden, 6 maanden, 8 maanden, 1 jaar, 2 jaar, geloof me. Ook al heb je dit, mijn rijbronfiets. Toch? Omdat dat makkelijk. Maar mijn abeng, omdat mijn man, mijn hossel, alles aan mij doet. Toch? Ja, ik hoor van om eerlijk aan mijn brood te komen, daarom heb ik mijn moeite. Dat boeit motorfiets, want we willen op de wiel eigenlijk hebben. Mijn rijbronfiets, ja, makkelijkheid. We willen mijn pabellen niet altijd. Boy moro, moro in laai wil onder die mora veilig. Ja. Ja. Kom hier op je scooter te herhalen. Ja, dat is waar. Ik hoop je aan makkelijkheid, toch? Ja, makkelijk. Ja, toch? Maar ons verkeer is zo onveilig geworden voor de tweewielers, de fietsers en bromfietsers. Zij hebben ook hun fouten, daarom regering met begunu. Mijn begu, mij draag hoe op. Ga jullie door met het certificeren. Maak die wet dat bromfietsers gecertificeerd moeten rondrijden. Dat ze iets als een rijbewijs moeten kunnen aantonen aan de politie wanneer ze worden gestopt. Ik ga even inbreken. Ja. Wat ik heb gemerkt, meestal heb ik een scooter, op mijn scooter, een mooie blakke meid. Ja. Oké, wat ik heb gemerkt is dat mensen in Suriname dwars door alle etniciteiten heen, als ze zich in een auto bevinden, zich totaal geen respect hebben voor de voetgangers, voor de fietsers. En dat is nog een mentale kwestie. Ja, dat heeft niks te maken met een auto. No. Dat is gewoon een mentale kwestie. Want er moet een mentale ombuiging plaatsvinden. Op de een of andere manier denken de mensen van dat als ze in een auto zitten, dat ze hoger zijn, meer waard zijn als die persoon die loopt. Is helemaal waar. Van, en daar moet wat aan gedaan worden. Helemaal broer. En is dat zo'n zani? En daarom heb ik het teken nam tapu ook toe. Moet dan hamer hierop in bepaalde uitzendingen. Toch? Ja. Zolang ik niet zie dat het aan het verbeteren is. En daarom is er ontzettend veel werk weggelegd voor het ministerie van Justpol om hierin verandering te brengen. Want de agenten alleen, ze doen hun best, maar onom kommetelijk naar de school toe wang. No. No. De agenten, niet op elke hoek moet de agent staan. We moeten onze eigen verantwoordelijkheid oppakken. Want die begon te krijgen bewijs. Er rustig 30 hierbij rijden, hierbij Arta, een instructeur. En die go voor. Dat is foto bij stonden. Na netjes niet bereid, want die was slaag. Maar toen slaag, dat je nou een rijervaring, maar je logo bij je mark X, want in zorgheid vaarlijk. Ik bekritiseer niemand, maar is wat er gebeurt. Maar mooie woorden die zijn niet waar. En ware woorden. En ware woorden die zijn niet mooi. En boven. Dat is even staan. En boven. Dat we race in pond, we race naar Nieuwer, we race naar Pat van Wanica. Toch? In die Ragandiweg, we race naar Quatapassi di Smara, we race naar Ringweg. Met alle noodlottige gevolgen van dien. Luister dan, Kondreman. Tide bakken naar ons aan de 5 uur ding. Naar Ringweg, mijn rijk vanuit Prinsessenstraat.
voor rekon ke wasi wagwa osonami wasi kenki voor rekon te ja zona nu weer pemine no nude want ti jongman in wa auto ama wan tek wan bocht tap ringweg samen aan een mile bromfietser want truck ik rij uiterst links als bromfietser rustig want allemaal die sami satak makune race no temere brom no temere auto no temere bus no temere truck never me na rustig omdat mino ap mi reboes dat dat skout pa oso constant mi reboes na te skout to stop me mi langa alle bescheide die de pa alsjeblieft commandant ja toch we moeten gaan leren want aan elkaar toch we te kwam boktuba da yo mi de na boktuba jij als brom als autobestuurder want truck die want biggie truck die zit op een rechterbaan toch ja zorg dat je rem af. Rem even af die skoif baka auto. Dat is correct autorijden. Totdat we die bocht samen hebben genomen en de weg weer recht is. En de ruimte vooral bestaat. Want mina tasi zie meer rijden. Maar je zat ringweg alleen kom. Dat bepaalde me precies. Wat raad je dus mee wenk eten. Ik kijk om mee wenk van. Cool want a wat raad mee zorgen. En dat toch meneer aan meneer Elon kom. Het heeft een haar geschil omdat ik mijn stuur stevig vasthield. Dat aan meneer Nonak Mitroe. Het mooie ervan is, die op een gegeven moment Mireille komt aan mijn bijna na stopleer voor Charlesburg. Dat mis, dat eigenlijk in zijn spiegel. Prefa aan meneer Tak, sorry, want hij ziet, hij weet wat hij verkeerd heeft gedaan. Prefa meneer Tak, sorry, want if, als de rollen omgekeerd waren, Midori de Pozo, je broer, sorry, Milas Miserif even. Sorry. Maar ze hebben verstaan van dat, dus bijna maar druk in de kant van de truck. Maar daarom gebeuren er zoveel frontale aanrijdingen. Oké, okay, broer. Is dat niet hoor? Want Sami doe, me rem af, dan kon je nou wat er mee bedenken met mij nati, maar dat moest op Sami. Want aan mijn zijspiegel, druk, toen kan ik stuur ik mijn vader om iets. Dus even mijn hoort, Stevie, en mijn hoort. Hoe is het op mij? Mij met motief de pjie steven. Ja, maar wat jij tegen? Ja toch? Ja, maar wat jij tegen? Dus in haar heer, broer, mij te kijken boy, mijn broer. Want dan mij rekenen, zei je man, zei je man, dat broer, goeiemiddag. Oh, wicked. In haar volk even, dat bijna in met mij, met mijn aanreding. Samen tegen. Suriname, laten we opletten. Samen tegen, pardon. Die man zei antwoord, ama en antwoord met de noantras en lek. Ja, maar je noot dit toch? Gaan we daarbij laten. Snapt u? Mooie zo woorden. Zijn we afgegleden in dit land. Mooie woorden. Mooie woorden die zijn niet waar. En ware woorden. En ware woorden die zijn niet mooi. Milo Miseraleman. Ko lobo sref moro. Ko brasa sref moro. Ko let op tapo sref moro. Niet alleen in het verkeer. Maar ook tot we doen aan verkeer. Waar dan ook. Laten we als land. Maar nog meer als volk. Klaarstaan voor elkaar. Ko brasa sref. Ko kraka sref. Toch? Ko ondersteun ons revie. Ja toch? Laten we stoppen om dat jangas ma aan of aan politieke partij of aan weet ik veel wat of als unabas hem denkwezen. Nee. Don't listen of don't look at the messenger. Listen. Try to listen to the message. Everybody's got to live together. Yes. Both live together. Okay. Ja? One lobby blessing. Wat je? Agba. Oh. Wat.